hele mooie dag. Ik ben zeer blij om hier te kunnen zijn. Uiteindelijk verhuren was niet echt mijn keuze. Het was meer de keuze van mijn ex-club, Club Brugge. En ik heb de beslissing genomen om hier te komen omdat ik het project echt wel graag wou nemen en heel mooi vond. Dus ja, daarom is mijn keuze naar PSV toe gekomen. Ik ben een technisch opgericht voetballer. Veel bal aan de voet. Hou van mooi voetbal op de grond. Snel. Kan scoren. Dus eigenlijk wel een mooie technische speler. Voor mij beste positie is valse 9. Een beetje 9. Als wij met twee spitsen spelen, de spitsen die een beetje de rond gaat spelen, een beetje bal gaat vragen overal. Maar anders kan ik ook zeer goed op de flanken spelen. Ja. Wat weet je van PSV eigenlijk? PSV? Het is gewoon dat het een grote club is. Mooi stadion, mooie fans, mooie stad. Dus ja, een beetje. En ook een club die houdt van mooi voetbal. Ja, ik ben wel een beetje opgericht geweest naar het voetbal toe. Maar ja, dat is niet dat ik geforceerd werd. Ik deed dat wel graag en doe ik nog steeds wel graag. Dus ik ben een beetje. Want je vader is profvoetballer geweest, ja. Heel lang, met veel clubs. Ja. Zit er iets in de genen? Lijk je op hem? Of was hij een hele andere speler? Eigenlijk niet. Totaal andere spelers. Hij was meer een krachtige, snelle spits. En ik ben meer een fijne, technische speler. Dus eigenlijk niet hetzelfde type. Maar wel allebei aanvaller? Maar wel allebei aanvaller. Die goal weer scoren.